Welkom bij Hotel Pillows in Zwolle. Ik ben hier vandaag om mijn videoclip op te nemen. En ik krijg namelijk mijn eigen liedje. Woehoe! En nee, ik weet het. Ik ben niet een nieuwe Beyoncé of zo. Maar het is gewoon voor de fun. Dus vandaar. Ik ga naar binnen. Loop maar mee. En hier in Pillows gaat het dus allemaal gebeuren. Het is dus een vergaderzaal en hier kan ik gewoon dus tussen de scènes door even steeds wachten. En even lekker wat eten en drinken natuurlijk. Jij bent dus op zoek naar die klant die je wil ontvangen, maar die komt uiteindelijk later. Ik wil, we houden het breezy. Deze dag, die kan niet meer stuk. En dan met die trap is, dan kom je gewoon zo ingelopen, sta je voor. Ja, moet dan heel stiekem zo. Ja, precies, ja, vind ik wel leuk. Ja. Niet gewoon zo. Nee, gewoon stiekem. Ja. Voor de volgende opnames die nu gaan beginnen. Dit is een opname waar een hele chique mevrouw mijn slijm geserveerd krijgt. En actie, kom maar. Dan moet Bibi inkomen, hè. Dit is hartstikke goed. Ga nog één keer ietsje sneller doen. En ik ben heel erg blij, want al mijn vriendinnen zijn er. Woe! Hey! Cyril, Pien, Jill, Nimra, Iris en Michelle. Nou, ik ga je nu even dat laten zien. De keuken, want dat zijn hele mooie dingen. Ik vind het wel heel leuk om te laten zien. Kijk, met hele lekkere handjes. Lekker allemaal een broodje aan het eten. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Nou, we zijn klaar met eten en we gaan straks de scène doen dat we vriendinnen en ik een feestje bouwen in de hotelkamer. En de hotelkamer is deze kamer. En dat gaan jullie straks zien. Voor de videoclip hebben we ook al deze leuke spulletjes gekocht om het een beetje leuk te maken bij het feestje. Nou, we zijn hier in de hotelkamer. Hebben jullie er zin in? Ja! Ja. Natuurlijk hebben wij er zin in, of niet anders? Ja! Maar dit is zo'n beetje waarin het allemaal gaat gebeuren, zeg maar. En moeten we onze schoenen uit als we op het bed gaan? Ja, dat zou ik denk ik wel doen. Alle spullen weghalen, alles heel snel en verstoppen. Zo, die ballonnen en... Ja, alles, ja. En zingen. Zie me shine dan, dat ik faal is een kleine kans. Oh, ja, dat zou erom. Vandaag is school, hashtag goals. Ja, we stellen op een bullet journal. Is een foeie journal. Ja, we doen lekker dom, we blown up. Heel leuk. Ja, het ging echt heel goed. Dat was wel warm. Als de directeur daar aankwam, dus moest je heel snel weg. Ja. En anders verstoppen we elkaar. Ja. Nou, wat vonden jullie van de hotelscène? Leuk. Superleuk. Ja. Wel warm hoor. Ja, echt. Ja. Nou, Jill, Pien, Nimra en Michelle zijn hier. Cyril en Iris blijven straks nog even, want die gaan nog samen bij het Kabuya dansje doen. En dat gaan jullie zo zien.
een beetje zin om het uit te ja, straks ja, ik heb er echt super veel zin in. Ja, helemaal top. Oké, is het genoeg doen? Nee jongens, we gaan het doen. Oké, attentie voor opname, camera. Ik voel me goed en ik deel me gelukkig. We doen lekker gek, want niemand is gewoon. Nee, nooit meer naar bed, want ik leef mijn droom. We bouwen een feestje tot de morgen komt. Ja, we doen lekker dan. Kapoeja, met mega super de bom. Even buiten adem en we zweten ons dood. Want zeg maar, we hebben net de Kabuya dans gedaan. Heel vaak. En dat is zo warm. Ja, het is echt heel warm. Het moest ook al een paar keer overnieuw. En dan intervalten moet weer overnieuw. Het was wel vermoeiend. Een keer overnieuw. Ik moest even uitrusten. Op de grond. Ja. Nou, Serie en Iris gaan nu weg. En heel erg bedankt dat jullie hier waren. Nou, dit is Danique en dat is de zussen van een van mijn vriendinnen, van Michelle. En zij speelt vandaag het kamermeisje in mijn clip. En bevalt je nieuwe outfit een beetje? Ja. Nog nooit zo'n mooie outfit aan gehad. Nou, draai ze een rondje. Tadaa! Het karretje wordt nu, het hotelkarretje wordt nu klaar gemaakt. En daar moet ik me straks in gaan verstoppen voor de hotelmanager. De boze hotelmanager. Nou, ben je er een beetje klaar voor, Link? Ja, helemaal. Oké, en hier ga ik mij zo meteen dan onder verstoppen. Klaar voor de volgende scène. Heel goed. En cut. En snel ga je naar boven. Super chill, vandaag doen we easy. Doe wat ik wil, we houden het breezy. Deze dag, die kan niet meer stuk, nee. Ik voel me goed en ik deel mijn geluk. Hey, we doen lekker gek. We gaan nu naar buiten om dat scène op te nemen. Waar we broers me weer uit het hotel halen naar buiten. Een hele mooie jurk en die moet ik ook in een deel van de clip aan. En jullie zullen straks wel zien waarom. Dit zou ik niet echt in het dagelijks leven aandoen, maar voor de rol even wel met zo'n mooi haarbandje. Dus ik ga me nu even omkleden. Tadaa! En op naar de laatste scènes. Als volgt, heel arrogant meer aanlopen en dan stuur je daar gewoon heel boos weg en dan draai je om en loopt weg. Kijk, jij hebt hier geboekt en jij hebt hier met je weet ik veel wel hoeveel geld al betaald. Ja. En dus jij vindt het heel raar natuurlijk, want je bent heel beledigd. Maar je denkt, ja, dat is leuk, dat doen we in jouw shot. Maar hij is zo boos en zo bot en dat is heel dom, want jij bent wel de goede klant. Nou, de clip is helemaal klaar, helemaal opgenomen. En nu ga ik weer lekker naar huis toe. Het is een hele lange dag, maar ik vond het super leuk. En ik hoop dat jullie het eindresultaat ook heel erg leuk gaan vinden van de clip. Dus ik zeg allemaal streamen, liken en kijken en al dat soort dingen. Doeg!